Staat er ook iemand? Oh, er is er iemand. Oh, er is er iemand. Oh. Oh, nee, 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 nee. Ja, die gaat nu rennen. Die gaat nu rennen. Dat dacht ik wel. Dat dacht ik wel. Dat dacht ik wel. Ah, dan word je toch ook helemaal gek van. Hoe is het ook mogelijk? Ik probeer al zo lang de boel hier te regelen dat we mensen kunnen huisvesten in Area 13. Maar dan moeten we weer een advocaat hebben. En dan moeten we weer de papieren hier hebben. En dan moeten we weer daar hebben. En oh, ik word hier helemaal na van. Ik haat ook kantoordagen. Maar goed, het moet gebeuren. En wat ik ook heel vervelend vind, want ik zit heel de dag al te kijken. Maar Mike is gewoon niet in de fabriek bezig vandaag. En ja, volgens mij zou hij zich toch echt bezighouden met die wapens. Die kun je... Oh. Ik ben gewoon een beetje gefrustreerd ervan. Ik zeg het gewoon heel eerlijk. Het is de hele tijd, man. Ja, ik wil gewoon mensen hier in Area 13 hebben. Zodat we daar ook geld mee kunnen verdienen. Maar die advocaten weer. En dan moeten we met de gemeente. En dan moeten we weer een vergunning hebben. En dan... Hey. Waar kom jij vandaan? Ja. Kijk je tegenwoordig nooit meer op je telefoon of zo? Ah, man. Ik ben zo... Man, ik ben echt zo ontierlijk druk met... Met al die dingen te regelen, toch? Jongen, luister dan. We hebben die mooie huizen staan. We hebben die winkel. We hebben alles. We moeten advocaat hebben. We moeten contract hebben. We moeten energieleverancier hebben. We moeten supplementen doorvoeren. We moeten, verzekeringen. En we moeten advocaat dingen hebben. Wat ik al zei, contracten. We moeten zoveel regelen. En ik ben ermee bezig. En heb ik weer een advocatenkantoor mee. Kan mailen. En dan weer dit. En dan weer dat. Echt. Oh. Ja, het is echt... Het is verschrikkelijk. Ja, dat snap ik. Ja, ik probeer jou de hele tijd al te zoeken. Dus ik zat het huis te kijken, gemeentehuis, door de wijk heen te lopen. En ik denk, jij zit hier niet. Ik dacht, jij zit ergens in je huis of zo. Dus, maar uiteindelijk toch maar hier naar beneden gekomen. En ik heb je gevonden. Ja, ik heb ook mijn mobiel letterlijk helemaal niet op. Ik zeg, ik ben de hele tijd mailtjes aan het versturen en dingen aan het proberen te regelen. Want het wordt tijd dat we mensen gaan huisvesten hier, man. Laten we eerlijk zijn. Ja, dat is wel tijd inderdaad. Wordt wel tijd. Heel groot gezeik. Maar ja, ondertussen heb ik natuurlijk gewoon weer verder mijn werk gedaan. Ik heb Hans ontmoet, zeg maar. En die heeft wat leuks gegeven. Oh, je hebt Hans. Ik denk Hans ontmoet. Ja, Hans, ja, van het bericht, ja. Ja, dat is zo'n een maat van hem, zeg maar. Ja. En die kwam dus nog iets leuks langsbrengen. Je had het briefje ook gelezen, toch? Ja, ik zag iets interessants. Want hij kwam nog iets langsbrengen. Of Hans kwam iets langsbrengen. En noem het maar op. Maar ja, klopt. Ja, wat ik dus heb gekregen, ik weet niet waarom. Maar ze dachten dat wij het vast wel leuk zouden vinden om iets mee te doen of zo. Maar het is een vlammenwerper. Een vlammenwerper? Ja. Het wordt hier steeds gekker. De ene dag kom ik hier binnen en je lukt het om guns te maken en om granaten te maken of te krijgen of whatever. De volgende dag kom ik hier en heb je een fucking shotgun in je handen? en inmiddels heb je een vlammenwerper? Ja, ik weet het ook niet, man. Het wordt inderdaad steeds gekker met die contacten, maar... Een vlammenwerper? En dit is gewoon om te testen of whatever? Of mag je hem hebben? Ja, dit is weer om gewoon te testen, om te kijken. Ik heb ook natuurlijk wat ik al had gedaan de vorige keer. Ik had een berichtje gestuurd over een vat, toch was het? Een vat. Ja, dat wapen of zo, dat moeten we regelen. Ja, dat is dus het ding. Ik heb daar ook even met Hans over gesproken. En die, ja... Ze hebben het in principe. Ja. Maar ze willen het niet aan ons geven per direct. Hoezo? Ik heb dit meegekregen. Je houdt maar even vast. Kijk er maar even na. Wat is dit? Dit is een vat trigger. Oké. Ja, dat is zeg maar een onderdeel ervan. Maar ja, als we de rest willen, of het wapen en de blueprints, et cetera, dat allemaal, dan willen ze een soort van borg hebben, man. Borg? Dit klinkt eerder al gewoon als een betaling. Ja, ze willen gewoon een betaling hebben. Dat willen ze gewoon hebben, omdat... Ja, ze geven ons al die tijd al spullen om te testen, maar is toch iets aan de serieuzere kant, zeg maar. Ik zie al wat hier gebeurt, hoor. Dat mannetje van jou of dat groepje van jou, die zijn hier gewoon... Die zitten ons een beetje warm te maken. Kijk wat we hebben. Shotgun leveren wij. Vlammenwerper leveren wij. Een vat, geen enkel probleem, kunnen we regelen. Maar we zien nu ook dat wellicht dat er wat ontstaat qua business-wise of whatever. En nou willen ze er dus uiteindelijk toch een kleine vergoeding voor. Wat ik op zich kan begrijpen, want ik word er alleen maar beter van. Ik neem aan dat ze gewoon, ik stuur toch gewoon wat bitcoins die kant op, of Ethereum, whatever. Dan ja, dat is ook weer een probleem. Ze zijn niet geïnteresseerd in bitcoins, man. Bitcoins gaan letterlijk door het dak heen qua prijs en zij zijn niet geïnteresseerd in bitcoin. Ja, ik zeg je wel meteen even één ding en daarna wil ik heel graag pauze hebben en dat ding gaan testen. Maar ik ga niet in cash betalen. Maar goed, weet je, daar gaan we het andere keer wel over hebben hoe we dit dan gaan regelen. Dat maakt mij ook helemaal niet uit op zich. Of ja, nou ja, goed, aan de andere kant. Geen bitcoin, ik wil niet in cash betalen.
Wat willen ze dan? Ik ga ook niet in huizen betalen. Ja, ja ze zijn dus meer geïnteresseerd in goud en zilver. Goud en zilver? Ja, daar zit natuurlijk ook gewoon een bepaalde waarde aan. Ik weet die waarde echt totaal niet op dit moment, maar daar waren ze geïnteresseerd in, zei Hans. Maar dit doet... Goud en zilver, ik weet nog wel van back in the days. Ik heb nog een lading unmarkt goud liggen van David. Oeh. En ik heb ook nog goud liggen, wat ik voor mij destijds heb ingekocht bij de centrale bank. Maar weet je, laten we alsjeblieft, lekker met die vlammenwerpen bezig gaan. Daar heb ik veel meer zin in. En dat goud, ga ik wel kijken in het huis waar al die edelmetalen liggen. En dan gaan we eens kijken wat we hebben en dan komen we er ook wel weer uit, snap je? Geef ze bier. Kom. Oh, heel gek. Alsjeblieft. En we hebben zelf iets extra's. Als je meer wil schieten of... Ja, ik weet geen eens hoe het werkt, maar je hebt wat extra fuel. Oh, oké. Ik zou het niet hier doen, dit is veel van hout. Dus ik denk dat we buiten of in de cave of geen idee. Maar tenminste niet hier binnen. Ja, laten we dat maar even naar buiten gaan. Maar dit is... Wat? Oké, let's go. Ik heb geen... Maat, ik ben oprecht, ik ben toe aan een pauze, hè. Ik ben gewoon... Nee, weet je, kom, we gaan gewoon via hier. We hebben hierboven ook genoeg ruimte. Kom. Hey, maar... Ja, klopt. Ik ben gewoon toe aan een pauze, klaar. En hoe kan je nou beter een pauze hebben dan met het freaking vlammenwerper te schieten? Een vlammenwerper! Ja, hoe bedenk je het? Het is ook niet normaal. Oh, het regent. Nou, het regent. Dat is op zich goed, want dan vliegt niet heel de boel in de hens. Dat is wel beter, inderdaad. Dat is slim. Zou ik gewoon hier op de straat doen, gewoon? Ik denk... Kijk nou. Die politieauto staat hier nog. Die was hier gecrashed, die staat hier nog. Zullen die in de fik zetten, of niet? Ik weet niet, het water stroomt wel een beetje naar beneden hier. Dus ik weet niet of dat echt goed gaat dan. Oké, maar hij is nu geladen, of wat? Ja, als het goed is, zit er al wat in, ja. Nee, ik ga niet op die... Nou ja, aan de andere kant, fuck it. Ja. Let's go. Oké, dan gaan we. 3, 2, 1. Fuck! Ik zit bijna met mezelf in de fik, joh. What the... Oh my... Wauw. Maat. Hold on, wacht eventjes. Okay, nog een keer, pas op. Ja, ben je afstand, hoor. Komt-ie. Even kijken. What the fuck? Yo, dit ding is ont... Kijk nou, maat. Oh. Maat, je kan hier letterlijk alles mee in de fik zetten. Huizen, winkels, bossen. Wacht. Schiet ook een keer. Fuck it. Doe gewoon. Pas op. Ik blijf achter. Doe maar. Oké. Even kijken. 3, 2, 1. Zo weer. Ik moet wel zeggen, ze leveren wel spullen waar je ook echt wat aan hebt. Right? Ik bedoel, die shotgun zag er echt gelikt uit. De blueprint van de gun. Die werkt letterlijk. Nou komen ze met een vlammenwerper. Ja. Maat, we moeten die prijs vragen van die vlammenwerper. Oprecht, we moeten de prijs hebben van die vlammenwerper. Ik meen het, maat. Ik kan de vorige keer weer met Hans of met die andere kerel spreken, ja. Maar hoe lang mag je die vlammenwerper hebben? Ja, we moeten een beslissing maken wat we willen met die vat. En ik denk dat het dan weer de tijd is om dingen in te wisselen. Ik zit gewoon eventjes te denken, weet je. Gewoon even. Om gewoon even, I don't know. Laat ik zo zeggen, is het verstandig om te doen wat ik wil gaan zeggen? Nee, totaal niet. Maar gewoon een huis of zo in de fik zetten of zo. Oeh. Maar aan de andere kant, het brengt dan ook weer veel problemen met zich mee. Maar goed. Gewoon even iets van, of zo'n verlaten winkel daar of zo. Gewoon eventjes met de vlammenwerper naar binnen rachen. Gewoon even hoppa. Dat kan. Oké. Damn. Maar je moet, oprecht, je moet vragen wat die vlammenwerper kost. Je moet vragen wat die kost, want... Ja, oké, dat is het ook. Dit is wel een heel vet ding. En dan was dus het volgende, het edelmetalen. Kom maar nog één keer de vlammenwerper. Nog één keertje, kom. Nog één keertje. Zo'n leuk ding. Pas op, niet te dichtbij. Even gewoon zo over die auto heen. Gewoon. Even die, hier over die politieauto heen. Gewoon, bam! Maat, dit ding is zo fucking vet. Dit is zo... Oh. Ja, ik moet dit ding hebben, ouwe. Ik moet dit ding proberen. Ik hoop wel dat er een beetje... Ja, het zal wat tering duur zijn waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Damn. Oké, nog één keer dan zie je voor mij leeg, zag ik. Even kijken. Nog één keer. Wacht eens even. Er is er iemand. Oh, nee. Ja, die gaat nu rennen. Dat dacht ik wel. Bam. Hoppatee, wegwezen hier. Is dat politie wat er is of wat is dat allemaal?
Nee, er zijn gewoon twee mensen daar, maar ze hebben ook telefoontjes in hun hand, collega. Kom, we gaan weg hier. We gaan terug de kelder in. Ja, kom zeg, we gaan hier niet lopen potten kijken natuurlijk, hè? Kom. Nee, precies. Snel weg hier. Lopen een beetje te kijken wat hij gaan doen zijn. Nou, dat denk ik dus even niet. Dit ding werkt goed hoor, die vlammenwerper. Damn. Oké, snel hier naar beneden toe, there we go. Oké, nou kunnen ze het toch niet meer zien, there we go. Oké, hier neem dit ding over. Wat ik zeg. Dit ding is fucking ziek. Ik ben heel vet. Ik ben heel benieuwd naar wat ze allemaal nog meer kunnen leveren. Wat ik nu ga doen is het volgende. Ik ga naar mijn lading kisten toe. Ik ga al die kisten uitpluizen voor eventueel goud en whatever. Kijk even een beetje wat ze ervoor willen hebben. Bel ze even op of whatever, want ik heb heel veel interesse erin. En ik denk dat we die vat op zich vrij zou kunnen verpatsen. Het gaat in dit geval natuurlijk om een blueprint of whatever, right? Dus daarna kunnen we de boel zelf maken. Dus ik verwacht ook niet dat we 100.000 euro's kwijt zijn. Als jij dat even gaat doen, ga ik in die kist induiken. Want ik weet dat ik ook nog unmarked gold heb. En ik heb hem ook nog wel marked gold en noem het maar op. Dus ik ga daarvoor kijken. Leg jij contact met ze. En wat de advocaten betreft voor de huizen en shit. Morgen nieuwe dag, nieuwe kans, right? Yep. Let's go. Voor nu mensen, allemaal enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, smash natuurlijk allemaal massaal dat duimpje omhoog aan. Ben je nieuw, abonneer op dit kanaal. Join ook de Discord, linkje in de beschrijving. En mensen, tot de volgende keer.